Ik ben ook zo goed dat je er weer bij bent. Het is namelijk hoogste tijd voor jouw dagelijkse blogs-updates terug te vinden. Iedere werkdag op het YouTube- en Spotify-kanaal van ons, waarin we een snelle blik gaan werpen op de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen. Natuurlijk uit de crypto met name, maar ook de economie. En vandaag het volgende op het programma. ETF-flows, wat we die voor het beeld zien. Nou, voor Bitcoin geldt dat we opnieuw een positief resultaat uh, hebben weten te creëren. Gisteren namelijk 62,1 miljoen dollar aan inflow. En daarmee start deze week dus ook weer in het groen. Uh, we hebben hier en daar bij de individuele fondsen wel een kleine outflow gezien. Uh, zo zien we bijvoorbeeld hier bij Bitwise 25,7 miljoen dollar aan outflow. En ook bij Invesco 8,8 miljoen outflow. Gelukkig wordt dat geheel ruimschoots goed gemaakt door met name BlackRock, waar 92,7 miljoen dollar juist het fonds in is gevloeid. En bij Ethereum ja, ziet het er iets minder rooskleurig uit, namelijk 13,5 miljoen outflow. Daarmee begint de week vanzelfsprekend negatief, maar dat is ook de derde dag op rij dat we daar het dus niet voor elkaar krijgen om positieve resultaten neer te zetten. Volledig te wijten in dit geval aan Grayscale, waar 20,3 miljoen Amerikaanse dollar uitvloeit. Ja, dat is zonde, maar toch is het ook weer niet heel verkeerd, want het is wel een van de allerlaagste bedragen die we bij dit specifieke grayscale Ethereum fonds aan outflow hebben gezien. En daarmee zie je dus nog steeds dat de trend intact is, dat de snelheid van die outflow dus afneemt. Voor de rest hier en daar een zeer klein inflowtje gerealiseerd. Maar uh, zien we dat ook terug in het geheel van de markt. Op zich wel, de Fair Greed Index is weer iets wat hersteld. Noteert vandaag de dag 46. Het neutrale gebied zijn we daarmee opnieuw ingekomen. Uh, maar ook als we hier even gaan kijken naar de individuele crypto's, zien we daar toch wel weer wat groen tussen. Eigenlijk overal uh, zien we in ieder geval op zeven dagen dat het er weer een stuk positiever uitziet. Achterblijvers daarin zijn qua reguliere crypto's Ethereum en uh, Solana. Daar zien we dus nog hele kleine minnetjes op weekniveau. Gelukkig is dat dus minimaal en zien we bij deze beide in ieder geval op 24 uur en zelfs ook op de uurbewegingen uh, dat het er weer groen uitziet. Voor de rest hier, de nummer 10 is met name een uh, uitschieter. Echt opvallend, daar gaan we zo meteen nog wat verder naar kijken. Want dat is namelijk Tron. En daarmee hebben we een nieuwe naam, of nou een oud gediende naam, die weer terug is in uh, de top 10. Nou, voor de rest zie je hier en daar nog wel wat mooie percentages. Ook bij XRP een goede 4% in de plus. Over de afgelopen 24 uur 5% ruim over de afgelopen 7 dagen. En daarmee lijken ze toch een klein beetje te kunnen gaan profiteren van de misschien wel steeds wat positief worden de situatie rondom de rechtszaak tussen de SEC en Ripple die al lange tijd sleepende is. Tron, daar gaan we direct even naar kijken, want dat is opvallend. Die knalt de top 10 binnen en ik zei het als een oud gediende, we hebben dat eerder gezien, maar ja, lange tijd niet meer zo heel veel van gehoord. En dat is ten koste gegaan van Cardano. En Cardano 2017 opgericht door Charles Haskinson was daarvoor betrokken bij de ontwikkeling van Ethereum. Nou, dat ging ook lange tijd goed. Uh, heeft zelfs nog in de top 3 gestaan. Dat was tijdens de bullmarkt, het hoogtepunt daarvan, 2021 rondom mei. Market Cap die stond toen op een ruime 77 miljard. En daarmee hadden ze dus de derde plaats hier op CoinMarketCap uh, te pakken. En daar is nu dus weinig meer van over, met een inmiddels 11e plaats die ze genoteerd hebben. En de nieuwe binnenkomer is dus Tron, ook in 2017 gelanceerd door Justin Sun. Ze hadden grootste plannen en een volledig gedecentraliseerd internet moest daarmee worden gecreëerd. Daarvoor hadden ze ook hun eigen currency ontwikkeld, TRX. Uh, en daarmee is het dus nu gelukt om die top 10 weer binnen te breken. Ook voor Tron geldt dat de geschiedenis vrij bewegelijk is geweest. Bij de ICO was het al een groot succes. Nou, daarna hebben ze ook wat mindere tijden gekend. Maar het gaat nu dus weer heel hard. En dat lijkt met name te danken aan de lancering van het nieuwe meme coin platform. Sunpump is dat. Er zijn in een paar dagen tijd al zo'n 5500 verschillende meme coins opgelanceerd. Nou, dat zorgt in de eerste plaats voor weer heel veel aandacht rondom deze chain en alles wat ermee te maken heeft. En natuurlijk ook weer. Voor omzetstromen op de chain. En dat lijkt er dus met name voor te zorgen. Uh, dat we zien dat Tron het weer zo goed doet. Dagniveau 8%, weekniveau 18% erbij. En bovenop kwam vandaag ook nog eens het nieuws naar buiten. dat er 1 miljard USDT. door Terror is gemind op Tron. En ja, dat is natuurlijk weer extra mooi nieuws. dat we daarbij kunnen gaan trekken. Ja, waar het dus minder gaat was bij Cardano. maar ook Solana krijgt uh, verschillende klappen. Dat heeft hiermee alles te maken. De SEC die uh, duidelijk aan het twijfelen is, dat wist ze al wat langer, maar dit lijkt steeds wat vervelender te worden, of Solana niet toch een security is. En als dat zover is, en ze gaan dat echt doorzetten, kan dat natuurlijk weer hele vervelende taferelen gaan opleveren. Waarom dat nu weer zo opleeft, is omdat de CBOE de belangrijke 18b of 19b4 formulieren weer van de website heeft verwijderd. En dat is noodzakelijk voor een goedkeuring van een IDF voor Solana. En daarmee lijkt er dus een signaal uit te gaan dat we dat voorlopig niet hoeven te gaan verwachten. Dus ja, daarmee komt er steeds meer verschil in inzicht in de markt. De, zo noem ik het dan maar eventjes, verschillende partijen die zeggen van ja het gaat helemaal niet meer goed komen. Er zijn ook partijen die zeggen van nou misschien moeten we eens gaan wachten op een nieuwe regering in de VS. En vanaf dat moment lijkt het een stuk logischer en beter mogelijk dat we alsnog een dergelijk financieel product voor Solana dus gaan zien. Als we daar dan een wat concretere tijd aan moeten gaan hangen, dan spreken de meeste van die partijen die daarop hopen of dat verwachten, dat we dus in de loop van 2025 beter nieuws kunnen gaan zien. Maar ja, daar hebben we nu natuurlijk niet zoveel aan. En op dit moment betekent dit met name dat het dus uh, wat vervelender gaat uitzien voor deze partij. Nog zo'n grote zeer belangrijke verschuiving in het crypto landschap die we hebben gezien: BlackRock. Het ETF dat nu echt groter is dan dat van Grayscale. De eerste keer dat ze deze mijlpaal dus weten aan te tikken. En Blackrock heeft het dus echt voor elkaar gekregen om die andere partij in te gaan halen. Zat er al lange tijd aan te komen, hebben we het daar ook al vaker over gehad, en nu is het moment dus ook echt daar. Het blijkt in ieder geval uit de data van Arkham, en die zeggen dus dat daarmee de jarenlange voorsprong die Grayscale heeft gekend echt uh, op een einde is gelopen. Waar hebben we het dan precies over? Over een aantal fondsen van Blackrock, uh, iBit, dat is het iShares Bitcoin Trust, maar ook Ether of de iShares Ethereum Trust is dat. Uh, dat is samen zo'n uh, 14,6 miljoen dollar meer waard op dit moment dus dan de Grayscale, GBTC en Ethereum, ETH, fondsen Overigens hebben ze daar ook meteen de mini fondsen bij opgeteld. Het mini trust voor Bitcoin en het mini trust voor Ethereum. En daarmee weet dus BlackRock op dit moment alsnog bovenuit te komen. Ja, dat betekent nog wat anders bijzonders. Want op dit moment is daarmee BlackRock ook de op twee na grootste Bitcoin holder ter wereld. Eric Balkanus, die denkt dat dat ook van korte duur is en dan in dit geval een positieve zin voor Blackrock want die denkt namelijk dat zij binnen niet al te lange tijd de allergrootste Bitcoin holder ter wereld gaan worden. Dat uh, verwacht hij dan dat dat een volgend jaar gaat gebeuren en dat betekent dat daarmee Blackrock als het zover is dus ook meer Bitcoin in kas heeft dan. Satoshi Nakamoto. Of in ieder geval de hoeveelheden bitcoin die aan Satoshi worden toegeschreven. Hij hebben het over zo'n 1,1 miljoen stuks. En hij verwacht dus dat BlackRock daar binnen nou ja, eigenlijk niet al te lange tijd bovenuit gaat komen. Dus dit is een eerste stap naar een hele nieuwe balans in de crypto sector. Een hele belangrijke stap. Tot slot nog de Wills. Die hebben het opnieuw voor elkaar gekregen om weer voor gigantische recordbedragen in te kopen. Dat is in principe mooi natuurlijk, dat deze partij grotere entiteiten in de crypto, dat hebben we het in dit geval over partijen die 100 tot 1000 bitcoin bezitten met name, dus blijven inkopen. Nee, 94.700 bitcoin, de waarde daarvan zo'n 5,76 miljard. En dat heeft deze groep dus in slechts 6 weken ingekocht vanuit de markt. Wat hier extra bij opvalt is dat dat juist is gebeurd uh, in een situatie... waarin de koersontwikkeling voor bitcoin niet al te best was. Er veel onzekerheid was, de koers zelfs is gedaald... ondanks dus deze gigantische inkopen. Maar aan de andere kant dus dankzij deze gigantische inkopen... want dat laat weer zien dat er op lange termijn... nog gigantisch veel vertrouwen is in deze club. En dat is heel erg belangrijk. Nou, dat zien we bij meerdere partijen overigens terug. Glasnode, Sentiment, die onderschrijven dit allemaal. Ook Glasnoot die zegt dat de on-chain indicator die zij gebruiken voor het accumulatiegedrag ja, ook weer in het groen is gesprongen en dus ditzelfde signaal heeft afgegeven. CryptoCrant CEO kijong die heeft het uh, eerder deze maand al laten weten dat de bull bear indicator ook weer was omgeslagen naar een veel bullish sentiment. En dat betekent dus eigenlijk dat al deze grote partijen deze belangrijke ontwikkeling op dit moment zien gebeuren. Zien we daar dan nog wat van terug in de koersen, koersen op tradingview.com? De Bitcoin-koers heb ik het ditmaal over. De dollarwaarde daarvan gaan we op de dagkendels bekijken. Ja, dan nou lijkt dat er eigenlijk wel op. Want we zien voor de tweede dag op rij weer wat positiefs gebeuren. Uh, dan hebben we het even over de dagkendels waarin we dat terugzien vandaag. Namelijk een plus van 1,76%. Daarmee handelt Bitcoin weer nipt boven de 60.500 Amerikaanse dollar. Dat is fijn, dat is belangrijk, want daarmee hebben we weer een belangrijk niveau. 60k natuurlijk weten te overwinnen. Uh, en dat is dankzij de start die we gisteren hebben gemaakt. En 1,83% hebben we toen in de plus weten te closen. Wisten we uiteindelijk net niet op die 60k met de close uit te komen. En ook het hoogtepunt van gisteren bleef daar net onder hangen. Vandaag lukt het wel. Maar we zien dan ook direct dat deze driehoeksformatie, deze bearish pennant, waar dat je misschien wel van kan spreken, de resistance daarvan aan de bovenkant nog steeds stevig blijft, want daar weten we opnieuw niet bovenuit te komen. En dat betekent dus dat we opnieuw ook nog niet uit deze formatie weten te breken. En daarbij blijft het gevaar dus intact dat we hier aan de onderkant doorheen gaan zakken en dan... Een verdere daling misschien wel kunnen gaan zien. Dat zou in ieder geval kunnen passen bij deze formatie. Nou, voor nu weten we, eh, naast dat we niet door de bovenkant heen weten te breken, gelukkig wel de onderkant nog vast te houden. De support van deze lijn die blijft ook nog intact, want daar hebben we gisteren dus ook nog gewoon op gehandeld. Vandaag opnieuw daar naar boven toe doorbreken, lukt nog niet. Dat lag namelijk op zo'n 61.500 dollar, maar we komen weer in de buurt. Mocht dat lukken, dan is het natuurlijk zaak om zo snel mogelijk die 62k weer te gaan doorbreken om boven deze belangrijke supportlijn terecht te komen. Maar behalve de resistance lijn van deze driehoek loopt daar ook nog die 50-daags Moving Average, waar dat we hier ook death cross van hebben gezien. Uh, dus wat dat betreft is er nog wel een hoop power in de markt, dat we echt doorheen moeten gaan knallen voordat we weer wat optimistische beweging, wat grotere optimistische beweging mogen gaan verwachten. Gaan we het voor vandaag bij laten. De rest van de week geldt weer het uh, aloude advies. Zorg dat je er iedere dag bij bent, want iedere werkdag op het YouTube- en Spotify-kanaal van ons van Blox. Dus uh, vind je een versie van Blox. -date terug. Vergeet niet jezelf te subscriben, want op die manier ben je er altijd als eerste bij. Voor nu, fijne avond nog en tot morgen weer dan. Doeg!